Ik sta hier op een van de eerste grote palen die we gemaakt hebben. Het worden er in totaal 73 en we zijn op dit moment zijn we de 45 aan het storten. Deze palenrij, dit markeert ook daar waar de gevel van de toren komt, de zuidgevel in dit geval. En aan de andere kant van die gevel komt de laagbouw te staan. Wat je hier ziet is het ontgraven van waar de laagbouw gaat komen. Hier komen de palen die in september zo'n beetje gemaakt hebben, daar komen hier de koppen weer van boven. Daar is te zien de grond- en trillingskerende wand die om het hele complex is geïnstalleerd. Om nou te zorgen dat die kranen in het droge kunnen graven, hebben we de bodem geïnjecteerd. Dat noemen we waterglasinjectie. Daarmee bevriezen we in feite de bodem. Dat gebeurt door het inbrengen van een gel. Waardoor de waterstand, in Utrecht is die nogal hoog. In Utrecht zou je de waterstand ongeveer verwachten waar die zwarte leiding op de wand loopt. Daar ongeveer zit de grondwaterstand. Om dat nou buiten die kuip te houden, hebben we de bodem bevroren. En daardoor zijn de wanden die vormen zo. En de bodem die bevroren is, vormt dus uiteindelijk een kuip die waterdicht is. Nou, dat beetje water wat er komt, dat is gewoon dat is kwelwater, dat hoort erbij. Dat wordt uiteindelijk gewoon afgepompt door middel van een bemaling. En dat zijn die gele buisjes die daar de grond in steken. De komende maand gaan we de bouwkuip verder uitgraven tot het niveau waar de keldervloer op gemaakt gaat worden. De keldervloer is een betonnen vloer van 80 centimeter dik. En op die vloer komen aan de randen weer de kelderwanden, worden daar gemaakt. En die kelderwanden samen met de CSM-band die vormen straks de luchtspouw die belangrijk is voor de reductie van de trillingen. En dan volgende maand weer meer in het volgende journaal.